De Stichting Hindoestaanse Emigratie en het Commissariaat van Saramaka renoveren het monument van de Hindoestaanse Emigratie te Groningen, Saramaka. Het monument is 45 jaar oud. De sokkel van het cultureel erfgoed wordt verhoogd, terwijl er een grotere replica van het schip Lalarouk komt te staan. Verder is het fontein dichtgegooid en betegeld. VHP-parlementariër Mahinder Yogi is woest met de renovatie. Hij eist dat zowel de Stichting Hindoestaanse Immigratie als het commissariaat het monument in haar oorspronkelijke staat herstellen. Yogi is met de restauratie een stuk culturele historie en erfgoed verloren gegaan, zegt hij. Bovendien verbiedt de Monumentenwet om aanpassingen te verrichten aan monumenten. In een brief vraagt hij president Dezi Bouterse aandacht te besteden aan deze kwestie. Dit kan niet en dit mag niet. En hier tegen gaan we protesteren. Ik heb honderden telefoontjes gehad van burgers van Saramaka. Meneer Jiggy, wat gebeurt daar? Zouden we doen? Gaan jullie niks doen? Dit kan niet. En ik heb een brief geschreven aan de president, moet ik u zeggen. Waar ik aandacht vraag van de president. Namens als volksvertegenwoordiger uit het district Saramaka. En we vragen de president dat de president zijn invloed aanwendt. Dat het monument in haar oorspronkelijke vorm toch, terug wordt gezet hier. Want niemand. Je komt aan een monument, je mag niet aan een monument komen, dat is één. Twee is namelijk de, orper, de ontwerper van het monument. Er is sprake van schending van de intellectuele eigendomsprincipe die er aanwezig is. De ontwerper, de man die dat heeft gezet, heeft rechten erop. Heb je hem gevraagd? Mahinder Yogi. District Commissaris Lakshmi Narayan doe vindt in de reactie van Yogi. Emotioneel. Hij zegt dat het monument eigendom is van de Stichting Hindustaanse Immigratie en dat er dus geen vuiltje aan de lucht is. Dat monument is eigendom van SHI, Stichting Hindustaanse Immigratie. Net als dat monument van Nikeri, net als Mahatma Gandhi en de voorzitter is meneer Shabir Isaac. Dus voor alle andere details wil ik u verwijzen naar meneer Shabir Isaac. Zoals hij twee jaar terug het monument in Nikeri heeft aangepakt, zoals hij Mahatma Gandhi heeft aangepakt, is hij ook hier getogen en netjes bij mij aangemeld van kijkt u, al is het van ons, maar we willen u als burgervader op de hoogte stellen dat we hier werkzaamheden gaan verrichten. Hij heeft wel het verzoek gedaan of we kunnen inkomen met wat mankracht, dus wij hebben wat mankracht geleverd, en zij zijn bezig het monument te restaureren. Wat wilt u hebben? Een Oud vervallen ding, of wilt u vernieuwing hebben? Die tigers raakten los, er was een vijver, kikkers dood erin, honden gingen erin baden, mos en dergelijke. Dus toen die man zei, meneer Shabir Isaac, met zijn groep natuurlijk, van ze willen dat ding aanpakken, zei ik prima. Districtcommissaris uh, districtscommissaris Dubey over de renovatie van het monument van de Hindustanse migratie te Groningen en wel in het district Saramaka. Parlementariër Mahinder Yogi vindt dat de DC in de fout is gegaan door toe te laten dat het monument wordt aangepast. Volgens de monumenten weg mag dit niet.